In deze video leg ik u uit hoe u de lampen van uw Kashkaai J11 eenvoudig zelf kunt vervangen. In dit geval vervang ik de standaard halogeenlampen met LED-lampen. Op de Tecna-uitvoering na wordt de kaskai geleverd met halogeenlampen. Niet alleen is hun lichtopbrengst erg beperkt, ze zijn ook een stuk geler dan de witte dagrijverlichting. De LED-lampen lossen beide zaken ineens op omdat ik niet in een stedelijk gebied woon en dus ook mijn grootlichten veel gebruik, vervang ik zowel de dimlichten als de grootlichten. Het schakelen tussen beiden zou anders een raar kleurverschil geven. Geschikte ledlampen zijn verkrijgbaar in de Auto Speciaalzaak of via online aanbieders als AliExpress. Voor de dimlichten zijn H11 lampen nodig, voor de grootlichten H7. Voor twee H11 lampen betaalt u hier zo'n 120 euro. Via AliExpress is dat een 35 euro. De levering duurde wel een stuk langer en er moesten extra importkosten betaald worden. Totaal kwamen de vier lampen daardoor op een kleine 100 euro. Wat nog steeds goedkoper is dan twee lampen hier, uiteraard. Hier de unboxing video. De kwaliteit van de verpakking en de lampen ziet er in ieder geval zeer degelijk uit. Ik heb gekozen voor modellen met een actieve koeling. Er zijn ook modellen verkrijgbaar met een passieve koeling, waarbij metaalgaas de warmte afvoert. Hier gebeurt dat met ventilators. Hier nog even de originele setup met de duidelijk gelere lampen. De toegang tot de lampen zit in de uiterste hoeken waarbij de werkruimte zeer beperkt is. Om een beter idee te geven van waar u naar kijkt, hier even de losse lampenunit aan de achterkant gezien. We beginnen met het dimlicht linksvoor. Dat is dus aan de rechterkant als u voor de motorkap staat. U draait de fitting een kwartslag naar rechts en vervolgens kunt u de lamp er voorzichtig uittrekken. De lamp zelf kan uit de fitting gehaald worden door het palletje naar achteren te trekken. Vervolgens pakken we de nieuwe H11-lampen. Door de koeling is deze aan de achterzijde een stukje groter dan de originele halogeenlamp. Rond de lamp zitten plastic uitsparingen waarvan de een iets breder is. Het is belangrijk dat deze op de plaats komt waar ook de bredere uitsparing in de fitting zit, zodat de lamp past. Vervolgens draait u een kwartslag naar links om de lamp vast te zetten. Sluit vervolgens de stekker aan en test even of het werkt. Bij ledlampen is de positie van de stekker van belang. Indien de lamp niet oplicht, moet u de stekker even andersom aansluiten. Werk de kabel vervolgens weg in de beschikbare ruimte. Het verschil is overduidelijk. De nieuwe lamp heeft precies dezelfde kleur als de dagrijverlichting, in tegenstelling tot de oorspronkelijke lamp. Vervolgens herhalen we de hele werkwijze ook voor de andere kant. Daar is overigens wel iets meer werkruimte. Hierbij het resultaat met de nieuwe dimlichten. Vervolgens gaan we verder met het grootlicht. Daar is de werkruimte wel zeer beperkt, waardoor de klus iets moeilijker is. We beginnen opnieuw met de linkerlamp. Rechts voorin, dus als u voor de motorkap staat. Om erbij te kunnen, moet u wel eerst de luchtfilter verwijderen. Trek daarvoor de twee plastic pluggen naar boven en schroef de bout los. Knijp vervolgens in de twee uiteinden om de aansluiting te openen en trek de koker voorzichtig los. Nu kunt u de stekker losmaken. Druk hiervoor het palletje in en trek de stekker naar beneden. Draai de afsluitkap een kwartslag naar rechts en u kunt deze verwijderen. Om de lamp zelf los te maken moet u het ijzeren palletje iets naar achteren en opzij duwen. Vervolgens komt deze omhoog langs de lamp en kan de lamp eruit gehaald worden. Verwijder de lamp uit de fitting. Pak vervolgens de nieuwe H7 lampen. Ook deze hebben een uitsparing, dus kijk even goed hoe deze er precies in past. Vervolgens moet de ijzeren pal er weer omheen door de koeling is de voet van de nieuwe lamp een stuk groter en gaat de pal er maar met moeite omheen. Dat lukt dus alleen als de lamp al correct zit geplaatst qua uitsparing. Zeker met de beperkte plaats is dat even zoeken. Wanneer de pal vast zit kunt u ook de stekker aansluiten. Ook hier moet u even testen in welke richting dat moet zodat de lamp effectief werkt. Ik gebruik de originele aansluiting zonder aanpassingen zodat ik altijd, ook onderweg, snel de originele lamp kan terugzetten, moest dat nodig zijn. De afsluitkap zelf heb ik ondersteboven onder de lamp weggestopt, zodat deze relatief droog blijft en verder geen kwaad kan. Vervolgens kan de luchtfilter weer gemonteerd worden. Dezelfde handeling herhaalt u ook aan de andere kant, waar hij net achter de ruitwisservloeistof zit. De ruimte is daar een stuk toegankelijker. Hierbij het eindresultaat. De vergelijking spreekt voor zich. De lichtopbrengst is veel hoger, wat erg fijn rijden is. En ook de kleur past erg mooi bij de dagrijverlichting en is rustig voor de ogen van de bestuurder. Zoals het eruit ziet, blijft het asymmetrische lichtbeeld behouden en de lampen lijken niet verblindend te zijn voor tegenliggers. Linkjes naar de lampen staan in de videobeschrijving. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.